Devin, kan je deze wedstrijd het beste samenvatten? Ik denk dat de eerste helft was moeilijk. De eerste 20 minuten waren moeilijk. Daarna zijn we anders gaan spelen. Toen ging het wat beter. De tweede helft, ja, hun begonnen goed. Daarna hebben we het heel goed opgepakt. Ja, jammer van die tegengoal. De wedstrijd is helemaal veranderd naar die tegengoal van hun. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, want de eerste helft, ja, het ging eigenlijk gewoon gelijk om. Maar nu is volgens mij al de vierde wedstrijd achter elkaar met de tweede helft eigenlijk verkloot. Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee, maar dat mag eigenlijk niet gebeuren. Je moet gewoon dezelfde intentie als in de eerste helft, moet je ook de tweede helft ingaan. Ja. En ja, dat begrijp ik niet. Dus ja, dat nog even. Dat is goed. Ja. Dan moet je goed oppakken, hè, tweede helft. Ja. Ja. Ja, zal dat misschien liggen omdat RKC toch meer gebrand is om toch voor die play-offs te gaan en wij nergens meer voor spelen? Ja, zo zien we dat niet. We willen de wedstrijd graag winnen. Ja. Maar hun willen natuurlijk ook de play-offs halen. Dus ja, ik denk dat hun gebrand zijn. Maar wij, dat is geen excuus voor ons om de wedstrijd te verliezen. Gewoon de volgende gaan en ja, gewoon op naar de volgende wedstrijd. Ja, want dan pakken we even een goal erbij bijvoorbeeld van Fred Benson. Volgens mij de 3-0. Ja, hij kon er gewoon doorheen lopen. Ja, ik zag hem niet helemaal. Maar ik zag op het laatste, maakt hij een actie, ja, dat is veel te makkelijk. Ja, dat mag niet gebeuren. Ja, oké. Okay. Maar dan verliezen we hier. Is het een beetje sneu voor de uitsupporters, 140 man. En dan zien we dit. Ja, kijken jullie er zelf tegenaan? Dat is goed. Hebben jullie het er wel eens over? Ja, tuurlijk. Ja. We hebben het over, dit is de laatste wedstrijd. We moeten er vol voor gaan. De wedstrijd, dit is de laatste uitwedstrijd. We moeten voor de fans winnen. Ja, helaas is het vandaag niet gelukt. Nee. Ja, en dan volgend seizoen. Ja, daar zijn we al druk mee bezig. Hoe sta je er zelf in? Volgend seizoen, ja. Ja, je bent er zelf voorbij, hè? Ja. Ja, ik volgend seizoen de volgende gaan. Ja. Hopelijk de play-offs halen. We gaan ook voor de play-offs volgend seizoen. Dus ja, volgend seizoen is afwachten. En ik ben ervan overtuigd dat we play-offs kunnen halen volgend jaar. Ja, daar gaan we ook voor. Dat zeggen ze tenminste. Je staat nu ook vaak bijna iedere wedstrijd in de basis. Hopen dat volgend seizoen ook gewoon weer vast te stellen. Ja, dat is gewoon hard trainen. Ja, gewoon... Elke wedstrijd bewijzen dat je in de basis hoort. En dat moet ik voor ons seizoen ook bewijzen. Dus dat gaan we zien. Ja, en volgende week dan de laatste wedstrijd. Moeten we die allemaal winnen en afsluiten? Ja, de volgende wedstrijd gaan we volgen. Dus een thuiswedstrijd. Hè. Ja. We moeten voor de fans winnen, dus het komt helemaal goed, de thuiswedstrijd. Oké, okay, dat is dan afgesproken. Ja, komt goed. Okay, zien we ons over 3 maanden, want thuis ben ik er nooit bij. Ah, jammer, dat maakt niet thuis. We gaan voor jou winnen, jongen. Goed, dankjewel. Hey.